Woensdagmorgen stond Nijmegen voor de 73ste keer stil bij het vergissingsbombardement van 1944. Bij het bombardement kwamen zo'n 800 mensen om het leven. Verschillende groeperingen uit de stad verzamelden zich rondom het monument De Schommel. Het bombardement op Nijmegen, waarbij bijna 800 mensen het leven lieten en duizenden gewonden verminkt raakten, is inmiddels alweer 73 jaar geleden. En hoewel we weten wat bommen kunnen aanrichten en hoe ze burgers in één klap de oorlog in kunnen zuigen, of van het ene moment op het andere van de stad een slagveld kunnen maken, toch zijn er sindsdien alweer heel veel bommen gevallen. Wij herdenken, horen dadelijk de klokken en daarna de stilte, voelen de wind en de regen. Wij proeven de weldaden van vrede en vrijheid en lijken deze vanzelfsprekend te vinden. Maar we horen het nieuws en zien de beelden van Mosul en Aleppo. Beelden met kleur en geluid. Maar voelen, proeven en ruiken wij ook het leed en de ellende? Het bombardement natuurlijk kleiner. Het is immers bijna drie kwart eeuw geleden dat het bombardement op Nijmegen plaatsvond. Maar gelukkig heeft een aantal mensen destijds de kracht gevonden om hun waarnemingen en ervaringen, hoe gruwelijk soms ook, op te schrijven. Dat zijn nu getuigenissen van groot historisch belang. Ook Nijmegenaar Ab Uyen hield een dagboek bij. Hij was destijds 25 jaar oud en in de oorlog werkzaam bij de dienst luchtbescherming. Later zou hij bekend worden als grootkenner van de Nijmeegse historie. Een paar fragmenten. Twee dingen staan mij als onvergetelijk voor de geest. Het nachtelijk bezoek aan de veiling, waar de lijken van ruim 300 mensen toen al op de vloer lagen, en mijn wandeling diezelfde avond toen de binnenstad in vlammen opging. Verschillende bekenden gedood, anderen gewond, vele verloren haven en goed. Een onzegbaar verdriet, overal. Leerlingen van het Montessori College en van de basisschool Montessori legden bloemen bij het monument.